Trendwatcher Ajit Bakas is met zijn originele denkwijze een graag geziene gast op congressen en bij zakelijke strategie-sessies. Ajit Bakas, hartelijk welkom in de Succesfactor. In de Succesfactor praat ik met mensen die hun succes al bewezen hebben. Topondernemers, toppolitici, topsporters. En ik ben op zoek naar het geheim van hun succes. En jij helpt eigenlijk andere mensen om succes te halen. Ik doe mijn best om ondernemers op ideeën te brengen over wat er nu gaande is. Want ik zeg tegen ondernemers, crisistijden zijn de beste tijden. Dit zijn de tijden dat goede ondernemers naar boven komen en heel succesvol worden. En dat slechte ondernemers failliet gaan. Als je dan kijkt, de Kennedys, de Rockefellers verdienen het meeste geld in de crisis jaren 30. Ja. De helft van de mensen op de quote top 500 verdienen hun geld in de crisis jaren 80. En die jaren 10 worden een herhaling van de jaren 80 en 30. Dus ik zeg tegen de mensen, en nu zie je kansen. Maar dan moet je wel die trends zien. Oké, okay, maar daar wil ik het dan zo dadelijk graag met je over hebben. Want jij bent trendwatcher. Ja. Dat is toch de titel die je voert, hè? Dat is wat journalisten graag gebruiken. Ja, maar hoe zou je het zelf noemen dan? Ook zo. Trendwatcher. Ja. Ja. Hoe word je trendwatcher? Ik heb communicatie gestudeerd en ik kreeg de opdracht om allerlei boodschappen te communiceren waarvan ik dacht dat klopt niet. En toen vroeg ik aan mijn toenmalige klant, de KLM, ik moet allemaal boodschappen voor jou communiceren, maar dat klopt volgens mij niet. Ik zei, nou, hier heb je tijd, hier heb je ruimte, ga het maar uitzoeken. En toen heb ik het van een aantal hoogleraren, zoals Wim de Ridder, futuroloog in Twente, heb ik het geleerd. Het begint met goede intuïtie. Je moet een goede intuïtie hebben voor wat er volgens jou aan de hand is. En vervolgens moet je een heel goed informatie- en onderzoeksnetwerk hebben om dat te gaan bewijzen. Om bewijslast te gaan verzamelen voor wat jij denkt dat er aan de hand is. Natuurlijk kun je niet alles bewijzen, want niet alles is met onderzoek te onderbouwen. Als je in de toekomst moet kijken, lijkt me dat lastig. Nou, de ellende is dat de meeste mensen willen geen toekomst. De meeste mensen willen dat het heden nog ongewijzigd 30 jaar doorgaat. Dus als je marktonderzoek doet, gaan ze altijd de geëikte antwoorden geven. Voorbeeld, toen de bank het 25 jaar geleden aan de consument vroegen, wil je geld halen bij een pinautomaat in plaats van bij de menselijke cashier die we toen nog hadden, zijn meer dan 90% van de mensen, wij vertrouwen ons geld niet door een machine, ben je maar belazerd, wij willen een menselijke cashier. Als de banken naar die marktonderzoeken hadden geluisterd, was de zegenrijke pinautomaat nooit tot ons gekomen. Maar de banken kozen ervoor om te luisteren naar trendwatchers die zeiden, volgens ons wennen die consumenten er wel aan doen. Nou, en maar dat is lastig. Is het dan ook een beetje zo dat je trendwatcher wordt door ook vooral in het verleden te kijken? Nee, maar je moet het verleden wel kennen. Je moet heel erg goed het verleden kennen. Je moet heel veel belangstelling hebben voor geschiedenis en voor trendgolven uit het verleden. Maar je moet inderdaad dan ook gaan kijken. Want het punt is dat de geschiedenis zich herhaalt, alleen de vorm is wat anders. Kijk bijvoorbeeld naar klimaatsverandering. Hebben we eerder gehad. Het is eerder warmer en kouder geweest. Groenland haalt zijn naam groen vandaan omdat het vroeger groen was. En toen kwam er ijs en nu wordt het weer groen. Ik heb onderzoekers gesproken die opgravingen deden op de Noordpool. Die zeiden, 500-600 jaar geleden was het daar warm. We vonden krokodillenlijkjes, bevroren krokodillenlijkjes. Toen ging de krokodil dood, kwam de ijsbeer. Nu gaat de ijsbeer dood, komt de krokodil weer terug. That's life. Ja. En als je dus die golven van vroeger kent en ook kijkt hoe de mensen daarop hebben geanticipeerd, want mensen hebben toen anders gebouwd, anders gedaan, dan kun je daar hele mooie dingen met de toekomst mee doen. Natuurlijk, maar volgens jouw theorie zou het dus dan zo zijn dat wij over een tijdje hier weer allemaal onder water leven. Ik denk dat er weer een koude periode aankomt. En wat moeten we daarmee? Nou, sparen voor warme bondjasjes, huizen anders bouwen. Want bijvoorbeeld, het klinkt nu allemaal wel leuk, zon op het zuiden. Maar wat je nu al ziet, is dat het op warme dagen dan te warm wordt. En in die vroegere periodes werden de huizen in andere richtingen gebouwd, oost-west. Dus dat soort dingen. Dus je denkt bijvoorbeeld dat mensen ten opzichte van de zon de huizen anders gaan positioneren? Net als vroeger. Ja. En dat is ook, en dat is helemaal oké. Dus we werken voor de bouw. Wij maken een ondernemersprogramma. Er zitten veel ondernemers in, succesvol, minder succesvol. Maar die willen natuurlijk allemaal graag weten wat ze nu moeten. Hè. Het is een wat lastige tijd. Ja. Je zegt aan het begin al van ja, de mensen die echt rijk zijn geworden, zijn dat een crisistijd geworden. En kijk ook naar de grote der aarde, hè, de Kennedys, et cetera. Wat moeten we nu op dit moment? Je zegt durf hebben. Om te beginnen nieuwsgierig zijn. Je moet nieuwsgierig zijn naar wat er gaande is, naar kennis. Je moet echt heel veel dingen weten. Ga lezen. Heel veel mensen lezen niet meer. Ga eens lezen wat er aan de hand is. Ga eens boeken lezen. Ga eens goede kranten lezen. In plaats van allemaal quizjes kijken en allerlei onzin. Ga eens naar goede tv-programma's. Ga eens naar goede dingen uitzoeken. Dat is één. Ga ook andere mensen ontmoeten die buiten jouw scene en buiten jouw circuit en buiten jouw geëikte netwerken zitten.
probeer op ideeën te komen van gekke dingen die nu aan de hand zijn. Ga ook praten met creatieve gekken die nu leuke dingen bedenken. Ga eens kijken in patentenbanken, wat er allemaal aan patenten worden geregistreerd, maar helemaal niks mee gebeurt. Misschien kan je ze kopen. Er staan duizenden familiebedrijven te koop. Misschien kun je kijken of je een familiebedrijf koopt dat interessant is. Ga kijken naar de emerging markets. Je kunt nu gewoon op reizen naartoe. Het zijn allemaal businessreizen naar de emerging markets, naar Vietnam, naar Brazilië, waar je kan gaan kijken wat je eventueel kunt gaan doen. Maar kom ook uit je kantoor. Kom uit je bedrijf. Zit niet de hele tijd op Google. Zit niet de hele tijd op je telefoon. Ga eens mensen ontmoeten. Google voorkomt namelijk dat je ook allemaal interessante mensen... Maar dat is wel de wereld van nu. We hebben allemaal een tablet gekregen. We hebben allemaal de computer thuis. Als jij en ik exact hetzelfde woord intypen op Google, krijgen wij totaal verschillende sites op. Want Google houdt in de gaten wat wij hiervoor hebben bekeken en narrowt dat naar wat je krijgt. Dus dat betekent dat je een aantal types die misschien interessant zijn voor jou, nooit gaat ontmoeten. En ik ook niet. Dus naast Google en naast internet moet je... Wat we gaan zien, hoe belangrijker online wordt, hoe belangrijker offline wordt. De wereld op dit moment is natuurlijk heel individualistisch. Het is al over zijn hoogtepunt heen. In Engeland zien we dat jongeren alweer niet de nieuwste gadgets meer willen, maar weer op straat willen spelen, aandacht van hun ouders. We zien al in Amerika dat tieners Facebook alweer achter zich laten op zoek naar wat nieuws. We weten nog niet wat dat nieuwe wordt. Het is alweer over zijn hoogtepunt heen. 1 op de 4 mensen wereldwijd noemt zich eenzaam. De helft van de klanten van fysiotherapeuten, alleen al in Nederland, komt er omdat niemand ze meer aanraakt. Eenzaamheid is een van de grootste issues van deze tijd. Daar valt ook veel mee te doen, business-wise. Maar dat is wat er gebeurt. We zouden de eenzaamheid op kunnen lossen. Marketing van eenzaamheid is geweldig. Die fysiotherapeuten laten zich helemaal dood. Kijk hoe goed massagesalons op dit moment lopen. En de hele wellness, dat soort dingen. Kom dan maar daardoor. We willen weer aangeraakt worden. We willen niet meer in ons eentje. In Duitsland zien we dat heel veel singles nu weer woongroepen beginnen. En gezamenlijk lege kantoren opkopen. En dan weer bij elkaar gaan wonen. Dat is ook een idee. Ja, maar dat is ook een beetje de wereld. Hè? Nieuwe vormen van sociale omgang zoeken. Maar dat zie je ook in restaurants. Als ik moet heel veel reizen voor mijn werk. Ja. Als ik in mijn eentje in de stad ben, ga ik niet naar een restaurant. Dan doe ik de roomservice in het hotel. Ik voel me, als ik alleen een restaurant binnenkom, buitengewoon onwelkom. Wat zie je dus nu? Sommige restaurants beginnen dat door te hebben. Dus als je binnenkomt, wordt er inderdaad gevraagd. Nou, wilt u met iemand eten? Komt u nog? Wilt u gezellig een tafel voor u alleen? Of wilt u aan de lange stamtafel met allemaal andere mensen zo samen? Dan is het leuk. Als je dan zo'n stamtafel, je komt allemaal mensen tegen. Dat is hartstikke leuk. Weet je hoe weinig restaurants dat hebben? En toch is daar markt voor. Vooral in die steden. Ze doen het niet. En dan praat ik met die horecatypes en ik zeg, waarom doe je dat niet? Huh? Nou, we hebben al 2 gratis goede ideeën van je. Nou, het is de Nationale Verwendag. Er kijken ook veel jonge ondernemers naar dit programma. Waarvoor het misschien toch ook wat lastig is. Het is lastig om geld te krijgen van de bank bijvoorbeeld. Dat heb je ook helemaal niet nodig. Ik ben mijn bedrijf begonnen in de crisis jaren 80, toen banken ook moeilijk waren met financieren. Ik heb het gedaan zonder. Kijk, wij zijn als ondernemers ook verslaafd geworden aan krediet. Want de laatste 20, 30 jaar was het ook wel erg makkelijk. Iedere poep en scheet en de banken stonden in de rij om te financieren. Zou je nog wat tips hebben voor jonge ondernemers? Bijvoorbeeld, ga niet gelijk naar het geld kijken. Je kunt toch gewoon op je zolderkamertje beginnen. Bill Gates begon ook op zijn kamertje. En Apple begon ook in een garagebox. Dus dat is 1. Kijk niet per se naar het geld. Kijk naar het idee. Praat ook met ouderen. Zorg ervoor dat je verbinding zoekt met andere generaties. Heel veel jongeren kennen alleen maar andere jongeren, kennen geen ouderen. Ga eens even ook met die hoogbejaarden boven de 20 babbelen. En kijk of je daar wat van kan leren. Maar echt, heel veel jongeren kennen alleen andere jongeren. Vind ik ook verbazend. Toen ik 20 was, kende ik al mensen boven de 30, 35. En er waren veel van mijn medestudenten die zeiden, wat moet je met die bejaarden? Ik zei, ja, maar ik kan er wel een hele hoop ideeën van opdoen. Ik kan van ze leren. Je ruim en groot om je heen kijken. En je netwerken verbreden. Het is een combinatie van. Als jij naar de wereld kijkt, kijk je hem volgens mij heel positief in. Het wordt een fantastische tijd. Crisistijden zijn de beste tijden. En laten we wel wezen, alleen tegenwind brengt de vlieger omhoog. Geniet ervan. Eigenlijk moet iedereen zo'n button op hebben, I love crisis. Ik zag al mensen laatst die daarmee rondliepen. I love crisis, vond ik wel leuk. Ja, de crisis omarmen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.